Aris, daar is het fenomeen. Hij is wereldkampioen, 4-0-4. En de kleine mannen nummer 4, Hugo Visser, naar de vierde plaats, 4-0-7. En als we dan kijken met 201, is het Daan Beude. Ook dat is zo'n fenomeen. We zijn die mannen om en nabij de 4 minuten. Met de wind uit het noorden. En met nummer 207 is natuurlijk Jasper de Vries. En Jasper de Vries is een technicus hoor. En dat geldt natuurlijk ook voor Lars Handbrand. Hij was al slecht op de oudejaarsloper 211. En met nummer 48 moet je natuurlijk kijken dat we Solina Knol hebben in 34. Hè? Het snelste meisje. We hebben met 36 erbij. We hebben natuurlijk ook met nummer 6 als we binnenkrijgen. Dat is Stijn Rijtsema. En die naam horen we mee. Tweede meisje met nummer 44. We hebben natuurlijk met Judas Vader die daar binnenkomt. Daar zit ook met nummer 14. En dat is Valerie van Laan. Ze was zevende op de oudejaarsloop. En nou ziet ze bij de top 3 of 4 denk ik. Hoor. Even goed kijken met nummer 27. Is dat Merel Hofstede? Zij liep 5.25 op de oudejaarsdag. En nu in het Olympische jaar 2016 gaat ze naar een hele snelle tijd hoor. En dat geldt ook voor Tigo en Koerkamp. Daar zitten we ook bij Tim Alders. En Tim Alders is de snelste man uit Deventer. Hij komt uit Qatar. Mag je natuurlijk zeggen met 21, dat is Thijs Jansma. En de kleine man met nummer 23 is niemand minder dan Tigo Kiel. En met nummer 18 en 17 zijn binnen. Koen Engelman is binnen, Patrick Duiverman is binnen, Remy van Hel. En met nummer 2 is niemand minder dan Donald en Over. En zij was 6, zij is 5 seconden sneller dan op oudejaarsdag in het centrum. Met nummer 1 met die geweldige mooie staat, Louis Schuurman zag ik er binnenkomen. En de schitterend met nummer 12 is wel. En op nummer 38 kennen we die, is er Stijn Kuiter. Stijntje Kuiterman, wat een fantastische atleet die binnenkomt. En zijn zus denkt, nou, we gaan maar lekker wat. Ik zit lekker aan de papa en de schouders. En dat is goed, hè. En dan moet je zeggen, vrienden van de Hof, van mijn koffer. En dat geldt natuurlijk ook voor nummer 43. Dat is Lindy van Dijk. En als we Hof van Dijk hebben, is het dan maar, toch? En met nummer 39, ja, daar komt ze binnen. Dat is Martin in Schuurwater. En voor zich al genoeg Schuurwatertje. Oh, met nummer 42 is dat iemand minder dan Ronnie Vos. En Ronnie Vos is natuurlijk een koffer. En wat je gevoelig gezien is, is een Sinela Hoera. Heel goed, de klok is gehaald in 6 minuten. De wind is uit het noorden. En met nummer 45 komt binnen. En dan is jullie verveiling. De draaien jullie verveiling. En de kleine man, is het dan jullie cijfers maar? Ah, hij heeft 7 minuten van oudejaarsdag. Maar hier met nummer 10 en nummer 13 in het bouwhuis zit dat binnen. Anne van Koningsveld. Is dat mooi van Koningsveld, hè? In de sterkveld ben je hier de koningin. Is je wel van met z'n mee. En dat is het niet, hè? We hebben Polen Oranje gaan opwekken. Het komt nog heel lang opwekken. Maar die jongens van Isala hebben de boel onder controle. En als we een beetje mee zitten, gaan we ze dadelijk ook gelijk de prijzen uitreiken, toch? En dat is dan wel echt nog een lijstje. Ja, dat is een lijstje. We zijn nu voor de eerste, voor de laatste hoor. Oh, zullen we een mooie staan, waarom een applaus geven? Op deze dag is het mooi hoor. En dat is niemand minder, mag ik natuurlijk zeggen. Ferris Vos. Ah, Ferris Vos. En dan komt ze geconcentreerd. En ze laten lachen nog even voor haar vriendje. En dat kun je natuurlijk zien hè. Ferris ging weg op een schema van 37. En ze kwam binnen in 7.28. En dat is wel mooi hoor. Anne Tresbe, is er ook hoor. Zij is er directeur van een schitterende bedrijf. Met die 250.000 onderdelen voor elektriciteitscentrales, voor een motorschepen van de wereld. Allemaal weer met aandacht. Zaakje, is goed. Ja, Job. Finland, België, Finland. 1-1. En we doen voetbal, dat zit er. En de Polen, de Nederlands. 1-2. En België en België vindt dan. Dat is mooi, hè? Ik hoop dat de ceremonie niet voor de probleem, hè? Of is het even de kinderen? Het is wel mooi, mevrouw Tresbe, vorig jaar is het beloofd om mee te doen, maar dat gaat ze niet waarmaken, maar dat is wel belangrijk, toch? En dat is goed. Wij gaan de snelste atleten van de eerste run, althans voor de jeugd bij wedstrijd, wij hebben hier de tweede, gaan we natuurlijk kijken. Anne, jij gaat op het podium zetten we. Zullen wij een beetje aan deze kant blijven? Ja, dan gaan we hier van deze kant. Een beetje op mij.
Zullen we hier even gaan staan, jongens? Dan houden we hier een beetje, dat is altijd mooi. Een podium een beetje vrij. Jongens, kom even hier staan, hè. Maar ik moet nog even kijken of het allemaal klopt, hè. Of niet? Was het een mooie wedstrijd of niet? Goed te geloven. Ik zie eerst de keer dat jongens op een bankje lopen, hè. Zo'n klein gebouwtje is de eerste keer dat je eromheen gelopen bent, of niet? Fantastisch, toch? Het zou ook mooi zijn als we hier binnen gaan lopen, indoor, hè. Indoor hal zouden wij kunnen. En niet op buiten. Ja, is goed. Jongens, zullen we de prijs uitreiken? Want ik begin met de meisjes. Had je niet gedacht, hè? Ja. Wil-Valerie van Laar op 3 gaan staan. Julia Vader op nummer 2. En Selena Knop op nummer 1. En daar staan die drie meiden. En dan gaan we aan u vragen, de general manager van dit schitterbedrijf. Het is de Finse topatleten Emme Versbeck. En zij gaat nummer 3, Valerie van Laar, in een tijd van 4 minuten 46. Derde prijs. Ah, goed gedaan. Op de second place, op de tweede plaats, is niemand minder dan Julia Vader. En daar staat ze met nummer 44. Is mooi, hè? 44. Was zij weer het in 443. Maar niemand minder. Als een renpaard kwam ze binnen. Het is Selena Knol in een tijd van 428. Nummer 1. En een geweldig applaus, toch? En dat is mooi, hoor. Gefeliciteerd. Zullen we dan toch voor de eerste keer, zullen we even met ons drieën op nummertje 1 gaan staan? Ga ermee voorstaan. Nou, niet, kijk, weet je, dan zal je leren Olympisch. Dan hou je vast dat je er niet afvalt. Dan ga jij er ook even bij staan. Hou je vast. Want dan kan. Hebben jullie al een voorproefje hoe dag de schipper straks in Rio de Janeiro staat? Dus ja, dat wisten we al lang. Wij waren gewoon in Kampen bij Wetselee. En we de snelste meiden toch op deze schitterende wereldwijde wedstrijd. Want ze hebben 250.000 onderdelen in dit magazijntje liggen. Dan weet je waar is het. En dankjewel meiden. Wij gaan naar de jongens. Stap even voorzichtig af. Maar blijf nog even bij me in de buurt. Want ik heb je straks nog even nodig. Als dat goed is. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Daan, wil jij op nummer 3 gaan staan. Hugo op nummertje 2. En niemand minder. Het is de C van Kas en de K van kampioen. Nee, van Kamers op nummer 1. Is mooi, hè? De K van kampioentje, hè? Kijk eens, wat een prachtige medaille. Van het rood weer blauw. Wat de voetballers gisteren konden in Polen, doen jullie hier, hè? We zouden zo net weer elders nog moeten spelen, toch? En dat vindt ze volgens niet achteraan. Op nummer 2, dus Hugo Visser in 4-0-8. Daan had 4-12. Maar met 4-0-4. Als hij eindexamen had gedaan, was hij gezakt met 2-4. Maar hier is een wereldtijd. Gefeliciteerd, Cascanus, in een tijd van 4-0-4. Gaan jullie ook even samen staan, hè? Gaan jullie ook even samen op nummer 1 staan? Je moet hem wel even vasthouden, hè? Je moet hem wel even in zijn kont knijpen, maar dat is goed. Goed. Is goed. Als de fotograaf het werk op gaan, gaan jullie er even terug staan op 3 en 2. En dan meiden, dan mogen jullie er even bij gaan staan op 1, 2 en 3. Dan, maar wie zijn jullie allemaal van die zaal, hè? Allemaal Isa? Oh, wat mooi is dat. Als straks zij eens een foto daar gaat hangen, toch? In dat schitterende blauw, mag je zeggen. Nou, fotografen, doe het werk. Je mag elkaar een beetje vasthouden, hè? Dat is altijd leuk voor kampioenen. Hij doet het. Kanus, kampioenen. Als ik op het podium zat, dan zou ik zo doen. Bedankt allemaal. Jongens, veel succes op school. Veel succes met jullie sport en studie. En tot de volgende keer. En we zien.